Jongens, welkom bij deze speciale Tom en Peters Hot Coffee Show. De show voor jullie hete stellingen. En in dit geval letterlijk, want het is hier 30 graden. Ja, echt bizar heet. 36 graden wordt het zondag. Dit is volgens mij ook de eerste keer dat, de Hot Coffee Show abroad is. Ja, we hebben natuurlijk één keer in Keulen op Gamescom gedaan. Maar ja. deze keer is hij over de Atlantische Oceaan gegaan. Hè? Dus we komen jullie hete stelling brengen. Ja. Gewoon... Wat vonden jullie van de E3-week, jongens? Vertel het ons. Laat ons even weten. Hebben we ons werk goed gedaan of even na... Prima, maar blijf volgende keer met thuis. De E3, ja, inderdaad. Ah, dit kun je previewtjes doen en zo. Dat kun je toch ook gewoon als je een paar trailertjes kijkt en gewoon schrijven. Dat is ook. Dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Bedankt voor jullie hete stellingen die aangeleverd werden. En de leuke discussie die we laatst hadden over virtual reality. De vraag was natuurlijk, hey, wordt dit de E3 van virtual reality? Daar hebben we het een beetje over gehad. Maar vorige is het week... zo geweest of niet? Want we hebben dit nu ervaren. Was dit de E3 van VR? Ik tweette dat ook al. Ik heb... in deze week een Oculus op mijn kop gehad, een HTC Vive, een PlayStation VR en zo'n Samsung Gear ding. Maar ik heb geen games gespeeld. Nee, tech demos heb je nog steeds. Maar ik bedoel, ja, het zijn ook echt allemaal... Ja, er zitten wel een aantal games tussen, maar het is niet dat je zegt van... Jij zei al zo mooi, er moet een Last of Us 2 of zo moet nou komen, alleen voor VR. En dan heb je tenminste echt een game. Ja, dat zou PlayStation moeten doen. Ik weet dat ze dan iedereen in de bek schijten. Maar goed, dan launch je wel natuurlijk PlayStation VR als geen ander. Last of Us 2, exclusively PSVR. Ja, nee. Dat zou vet zijn. Het zou heel vet zijn, maar dat doen ze dus niet. En niemand durft het en daardoor komt het at the moment nog niet echt van de grond, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat komt wel. Het was niet de beurs van de VR. Absoluut niet, want alle toptitels waren niet VR. Behalve Eagle Flight, is wel heel leuk. Maar goed, dat is dan ook weer niet zo'n grote game. Nee, en die moet je ook niet op een podium... Dat vind ik ook zo gek, dat ze dan op een VR op een podium te gaan showen. Terwijl als je dan er zit te kijken, dan denk je van ja, maar dat moet je beleven om het te vinden. Klopt, anders zie je gewoon vijf mensen op een rijtje zitten met zo'n headset op. Dan denk je van ja, nou, dus... Hé, hey, maar jongens, een nieuwe stelling. Hebben wij een stelling gepakt van de jongens of van onszelf? Nee, er kwamen een aantal stellingen binnen, maar... eigenlijk niet goed genoeg allemaal. Nou, ja, nee, ik zei al bedankt voor die stellingen. Ze waren wel heel gaaf. Maar niet beter je best doen. Maar omdat wij echt serieus net van de E3 afkomen... We zijn nog aan het ontnuchteren van de after E3 borrel. Het is voor ons echt net voorbij. Nog niet helemaal, want er komen nog tal van previews aan. Wij dachten, we doen de stelling. De E3 is een verlopen concept. Is passé. Mooi. Ja, ik moest even denken hoe we het moeten poeten, ja, is de E3 zeg maar echt voorbij? Is de E3, moet het stoppen, want ja... Of moet het renoveren? Of moet het renoveren, ja. Dat is een beetje de vraag. Innoveren, ja. Ja. Maar wel renoveren zegt het pand zelf. Ja, het pand dat zelf. Dat is wel prima hoor. Ja, het is het pand. Wel een oud groezelig pand, het maar pand het, staat, het werkt. Pand staat, ja, want er waren heel veel discussies er wel eens over mensen die dan zeggen... Ja, alles wordt gestreamd, weet je, Nintendo streamt ook van tevoren... Mafia heeft geloof ik gestreamd, of die heeft een hele grote gameplay van tevoren. Omdat ze dan net voor de E3 het moment willen hebben, want anders word je weggesneeuwd. Final Fantasy 15 bijvoorbeeld, is een paar maanden geleden. Een conference, was echt super vet. En is daarom de E3 eigenlijk overbodig? Is het overbodig dat wij hier zijn om al die games te zien en te applaudisseren in zo'n zaal, terwijl jullie dat thuis gewoon net zo goed kunnen zien als wij? Ja, je ziet het ook gewoon heel goed thuis. Sterker nog, ik denk dat je met je livestream heb je een betere zit dan wij helemaal achterin de zaal hebben, maar... Ja, het is natuurlijk een beetje showmanship, hè? Het is een soort van evenement om te beleven ook. Maar ja, hoeveel voegt dat nou eigenlijk toe? Dat is een beetje de vraag. Hoeveel voegt het nou ook toe om alle pers naar de LA Convention Center te halen, die een persdemo te laten zien en dan vervolgens een week later ook die demo gewoon het internet op te slingeren? Ja. Dat is een beetje... Ik heb het idee dat het nog wel nut zou hebben, want, hoe heet het? Kijk, weet je, wij zijn hier. Tom en ik, maar ook de Game Kings en Paralympics, alle partijen. Die kaartjes die kopen we zelf, hè? Die zijn niet wij zeggen YouTubers worden niet betaald door uitgevers. Nee. Dus wij zijn hier en de hele wereld aan pers is hier op eigen kosten. Dus we hoeven niemand over te vliegen. Iedereen thuis die focust zich natuurlijk ook op de E3. Je zoekt op E3, je googelt op E3, je wil die persconferenties zien. Dat is ook iedereen zet even zijn focus hierop. Ja. En alle content op al die sites van al die partijen die hier zijn. Dat is in principe, dat is wat de uitgever kost, maar die standruimte. Maar ze krijgen er heel veel meer voor terug dan als er een paar mensen zouden overvliegen. Nee, absoluut. Denk maar, ik. Ik kan me daar ook wel in vinden, ja. Alleen moet het wel beter, want je wordt eerder ondergesneeuwd. Bijvoorbeeld zo'n effect als God of War had. Dat had je niet kunnen hebben als je gewoon alleen maar op Twitch had gedaan. Ja, als je een persconferentietje had gedaan voor echt alleen een livestream, verder geen publiek. Dan is die onthulling van Kratos die daar uit de schaduwen stapt, dat is niet zo... Want zelfs ik werd er echt gewoon... Ik kreeg adrenaline van dat moment, omdat die hele zaal plat ging. Op het moment dat Kratos gewoon onthuld werd, was... Wat gewoon echt...
overdonderend gewoon, heel vet om dat En dat kun dat je gewoon niet doen als je het alleen maar op Twitch zou gooien. Want dan zit je alleen achter je computer en heb je gewoon niet dat wow-effect. Nee, maar dus die persconferenties, ja zeker, want dat is een stukje... Ja, dat is een stukje showmanship, dat is een stukje, toch een happening. Maar de beurs aan zich natuurlijk ook, hè. Ja, dat zou ook een beetje per se kunnen zijn, want je merkt wel steeds vaker... Vroeger hadden wij een demo of dan kreeg je een hands-on sessie en dan was dat speciaal, weet je wel. Dat is nu ook nog steeds speciaal, begrijp me niet verkeerd. Maar het is vaak wel zo dat uitgevers gewoon een week na de E3 zeggen van nou ja, we gaan die persdemo nou ook even opnemen en een verhaaltje eronder zetten en dan pleur je die gewoon op het internet. Ja. En dan zie je letterlijk wat wij dus in een zaaltje gezien hebben achter de schermen. Ja. Dus dat is wel een beetje... Dat is zo. We hadden nu met bijvoorbeeld, ik had met Agents of Mayhem, de nieuwe game van de makers van Saints Row, dat was wel echt exclusief. Weet je, jullie hebben alleen een trailer gezien, maar ik heb de game al gespeeld. Vorig jaar met For Honor bijvoorbeeld. Ja. Dan kon je echt de game al spelen, terwijl daar nog niet zoveel van bekend was. Maar dat wordt wel inderdaad... Maar daar ligt voor ons volgens mij wel mogelijkheid bij VR. Want VR is zoiets wat je niet thuis kan beleven. Daar moet je iemand boots on the ground voor hebben. Nee, precies. VR moet je echt van een Peter of van mij of van wie dan ook horen van... Oké, maar jongens, begrijp me niet verkeerd. Het is fantastisch, weet je wel. Dit wordt de toekomst. Maar ja, nou is het helaas al niet het geval dat ik nou echt helemaal wou ben van VR. Maar goed, VR dat weten zij dus nu. Ja, weet je dat het ergens een beetje underwhelming was, ja. I guess. Disappointed! Oké. EA was er niet, Activision was er niet, die was onder de banier van PlayStation wel mee. En Nintendo had maar één game bij zich, het wordt wel minder. Ja, je merkt dat een aantal partijen ook een dikke middelvinger opsteken naar de... Convention Center, ja. Ja, nee, sowieso EA nog wel het meeste, want die zeggen van oké, we gaan niet onze games op de E3 tonen. We gaan ergens anders naartoe. Dus letterlijk 10 meter verwijderd van het LA Convention Center. En dat was een fantastische club. Super mooi aangekleed. Je hebt het kunnen zien in de vlogs. Weet je, Titanfall, de hele Titanfall patio met alle pilots. Zag er fantastisch uit. En dat is letterlijk goedkoper dan een of andere crappy beurs. Boef. Ja, inderdaad. Nee, dat is goedkoper dus. Gewoon zo'n pand afhuren. Dus zo, kun je naar een duurde een club afhuren zelfs. Hè. Dus het was super chic. Ja. Dat is gewoon goedkoper dan gewoon in die groezelige hal gaan staan in het donker. Dus dat is wel iets waar het E3 wat aan moet doen. Kijk, zij hebben een deal met Los Angeles. Hè. Los Angeles promoten E3 ook heel erg. Ja. Die deal is nog een paar jaar. Die is of volgend jaar of het jaar erop klaar. En daarna zou de E3 wel eens kunnen verhuizen. Ik bedoel, er hoeft maar één gekke stad in Louisiana of wherever the fuck. Kan ook een B-stad zijn te zeggen, wij doen het voor heel goedkoop. Minnesota. Ja, de Miami zou vet zijn. De Miami is geen B-stad. Nee, ik bedoel, maar ja, nee, je kan ook naar New York of naar Las Vegas, waar al die conventies zijn natuurlijk in Las Vegas. Maar dus... ik denk serieus wel dat het een keer goed zou zijn voor de E3 als ze verhuizen. Want dan krijg je dus het punt van innoveren. Je maakt het oude concept kapot, het moet even anders. En dan krijg je dus misschien wel weer dat partijen zeggen van oké, dan gaan we weer mee, want de prijzen zijn weer oké. En nu is het weer hip en happening. Want ik denk dat over verloop van de afgelopen paar jaren is het wel een beetje... uitgevers beginnen meer middelvingers op te steken naar de E3. En ook meer perspartijen zeggen van... ja, heeft het zoveel nut voor ons om erbij te zijn als al die stuff gewoon daarna een beetje uitlekt? Ja, dat... ik ben benieuwd. Ja. Oké, jongens, bedankt voor je stelling, Tom. Ja, alsjeblieft. En goede stelling. Betere stelling, komma's. Nee, jongens. Ook jullie bedankt voor je stellingen. En bedankt dat jullie ons gevolgd hebben tijdens de E3. En die balustrade is fucking heet. Ik denk, lekker even cool mijn arm erop, maar... Oh. Nee, dat gaat helemaal mis. Oké. Kusje op? Kom maar. Hoe heet het? Er komt nog heel veel content aan. Want er zijn heel veel previews aan het typen en heel veel video previews aan het editen voor jullie. Ja. We doen 2 video previews per dag en 2 geschreven previews per dag. Dus je kan de komende tijd gewoon nog superveel van jouw favoriete games vinden. En we vloggen elke dag nog dat we hier zijn. Hè? Dus dat kun je ook nog volgen de komende dagen. We gaan zondag... POV komt er ook nog aan. Als je echt benieuwd bent naar hoe de beurs er dan uitziet voor ons. Hè? Was de POV op de beurs of die op de camera opgenomen? Nee, die op de camera die lekt op een andere plek uit. Maar wil je echt weten hoe de beurs er dan bijvoorbeeld uitziet nu? Ja, we doen een hele tour gewoon van onze point of view, gewoon first person rondlopen op de beurs. Bizar eigenlijk. Maar ja, super vet. Kan allemaal. Check dat. Bedankt voor het kijken. En lever een stelling in voor volgende week weer op GNSQ in Bunnik. Ja. Dan kunnen we namelijk ook gewoon weer verder met ons werk daar. En laat stellingen achter alsjeblieft. Vinden we vet. De Hot Coffee Show is er alleen maar dankzij jullie. En bedankt voor het kijken. Ja. Tom en Peter vanuit LA. Out. Peace. Kijk hoe veel smog er trouwens hangt in die stad. Ja, dat is de stad daarachter. Maar dat zie je gewoon amper omdat het gewoon mistig is. Het is smoggy, hè? Het is bizar, hè? Ja, het is echt bizar. En drop een like.